Het Zandsculpturenfestival in Os krijgt een verlenging. Het evenement op het oude Bergholsterrein zou tot eind deze maand duren... maar is nu te bezoeken tot en met 11 oktober. Op de laatste dag wordt er extra rekening gehouden met blinde en slechtziende mensen. De hekken worden dan aan de kant geschoven... zodat mensen met een visuele beperking de zandsculpturen met hun handen kunnen aanraken. Volgens de organisatie was deze mogelijkheid vorig jaar erg populair toen werd het festival in Sneek gehouden. Om het seizoen af te sluiten wordt er 11 oktober 's avonds een eindfeest gehouden.